Goedendag, dames en heren, en welkom terug bij ARK Survival Evolved. Hier worden we meteen al bestolen door een Pegelmastax. Dat maakt mij niet zo heel veel uit. Hij is nog meetboosterd ook, dus waarschijnlijk gaat er straks nog in komen als hij enigszins de route naar ons toe weet te vinden. Tijdens het testen of mijn PC dit enigszins weer aan kon, heb ik al een paar dingen gefarmd en we zijn hier op een nieuwe map. Ik hoop dat jullie daar even blij mee zijn als ik ben. We hebben, oh, nog steeds dorstig. Oké, laten we gewoon wat water gaan drinken. Laten we daar eens even mee beginnen. We hebben nieuwe servers draaiend als community. Wij zijn momenteel online op de ARK Ragnarok PvE server. We hebben ook een Ragnarok PvP server. We hebben een Island server. En we hebben natuurlijk een Aberration server. En om heel eerlijk te zijn, ik heb nog weer ingelogd op Aberration. En ik weet het niet. Het voelt niet ARK. Het voelt niet goed. Ik mis de jungle bosjes. Ik mis de dodo's. Het is ook paas. En ik hoop ook dat jullie een super fijn paasweekend voor de boeg hebben. Maar we hebben hier een male dodo bunny. Oh my god, die lijkt mij gaaf. Verder is deze server een beetje net zoals alle andere servers die we eigenlijk altijd hebben gehad. Een paar mods erin, teleporter, vacuum sorter, S+, natuurlijk altijd S+. Die hoort er gewoon in te zitten. Zonder S+ ga ik niet beginnen. En we zijn gespawnd volgens mij in de jungle iets, ergens. Ergens in de jungle op Ragnarok. En we gaan dit doen. We gaan eens even weer samen lekker ARK spelen. En ik heb ook al een paar leveltjes gefarmd. De XP staat ook lekker hoog. Niet te gek. Maar wel een beetje hoger. Dus we moeten direct wat aan onze weight doen. Want die zit alweer helemaal vol. Dus die brengen we naar 200 toe. Oh, dat was alle levels alweer die we hadden. Hier zie je al een paar mods. Sowieso zie je S+ hier vertegenwoordigd. De teleporters die zie je hier vertegenwoordigd. Die Awesome Dino Tracker volgens mij zit daar inmiddels bij de Awesome Teleporters in. Ik weet niet helemaal hoe of dat werkt. Een S+ Pillarator. Oh my god, Dynamic Pillars. Ho, wow. Er is verschrikkelijk veel veranderd in de periode dat ik helaas afwezig ben geweest. En ik ben afwezig geweest voornamelijk, laten we dit gewoon allemaal leren mensen, Maar voornamelijk ben ik afwezig geweest vanwege privé redenen. En dat is niet heel bijzonders of niet iets raars. Oh, visceral fuck remover hebben we ook. Maar het is gewoon heel druk. Een baby hebben kost soms gewoon veel tijd. En vooral als de baby niet zo rustig is als dat onze eerste dochter was. Oh. Pet emote, Wivenstone. Oh crap, die had ik niet moeten leren. Nou, we gaan hem wel redden, denk ik zo. Reusable speer. Oh, die zit er dus ook in. Dat is ideaal. Ik wil sowieso een water skin. Ik weet niet hoeveel punten we nog over hebben. Maar dit gaat vrij makkelijk allemaal nog. Touch foundation en touch walls. Oh, touch door kan nog. Sleeping bag, ceiling, door. Wow. Wat hebben wij een lading aan Ingram Points gefarmd? Wat is dit lekker? En dat zonder dat we dat enigszins. Oh, doen we de slingshot? Oh ja, we gaan de slingshot. Daar gaan we iets mee nokkie maken. Gaan we ook slooptaal leren? Nee, laten we daar heel even mee wachten. Mortar en pestle kunnen we niet meer leren. Dus zullen we eerst nog weer een leveltje omhoog moeten. Oh crap, wat het nou alweer nacht? Really? Oh, hebben we de bolas al geleerd? Ik heb geen idee welk level is het. 55. Ik mag altijd graag beginnen met een PTE natuurlijk. Maar laten we gewoon eens beginnen met tools maken. Dat moet je altijd doen. Wow, wat geeft dit veel hout. Oh, ideaal, ideaal. En ik weet niet of deze dodo's, of we die juist moeten temmen. En dat ze dan speciale eieren leggen. Ik weet niet wat het Easter event is. Maar, Gamma 4 deden wij altijd. Ja, kijk, dat kunnen we ook in ieder geval nog een beetje zien. Ook gebruik ik een andere recording programma. Dus de kwaliteit zal absoluut minder zijn. Ik moet nog stenen hebben. Of heb ik die al opgepakt? Oh, we hebben wel stenen. Laten we eens heel even kijken. Die zijn we nodig. En dan kunnen we flint pakken. En dan kunnen we de rest pas maken, denk ik. En volgens mij moeten we van de reusable speren, moeten we er ook 2 hebben. En dan kun je ze constant blijven gebruiken. Volgens mij was het zoiets. Oh, de flint hoeveelheid valt mee. Is niet te gek. Het is niet te hoog. Het is in ieder geval wel heel veel zo in één keer. Let's go. Crafting. Die zijn we nodig. Maken we daar meteen even 2 van. Maak ook een torch. En wat is de S+ campfire? S+ campfire. Wat zijn we hier dan nog voor nodig? Hide zeker. Ja, daar zijn we nog meer hide voor nodig. Ik heb al een beetje fiber. Dus kunnen primitive keer kunnen we al wel een beetje maken. We hebben 1 leveltje erbij. Movement speed. Dat lijkt mij wel een goed idee. Oké, hebben we onze speer al klaar? Oh, hij maakt automatisch 2 keer een speer. Oké, dat is niet verkeerd. Broek doen we eens even aan.
Oh, ik heb nog een head. Oh, ja, ja, ja. Nice. Ik heb nog een paar skins die je aan het begin krijgt. Die kan wel weg. En die mag van mij wel weg. Dan doen we die en die. Zo. Ja, hier. Proper survivors. Laten we eens kijken of zo'n bunny dodo, als we die doodmaken, of dat dan ons wat oplevert. Oh. Ik denk die is in één klap wel dood, maar... Oké, er zit niks in de inventory verder. Ik heb een beetje hide. Dus ik denk dat we ze zullen... Oh, level 85. Allemaal mooi hoog levels. Max level is weer al level 150, zoals we eigenlijk standaard. Wow, wow, wow. Hey, hey, pecho, pecho. Ook jouw vlees kan ik wel eten, hoor. Level 15. Wat wil je dan met je level 15? Kan ik nog enigszins een speer raken? Ja, dat is gelukt. En nog één. Ook die is gelukt. En nog één. Hoppa, afgelopen met hem. Dit was voor mij. Ik heb geen idee wat ik ermee moet, maar het was voor mij. Escape to fail. Dat kan ook gebeuren. En ik weet dat mensen vinden het vaak vervelend om zo... Oh, ik dacht 150, maar het is maar level 50. Ook level 50. En we hebben ook zelfs alle servers. Dat is wel heel vet natuurlijk. Alle nieuwe servers die op dat nu draaien. De PvP server is niet gereset. Verder zijn alle servers die zijn gereset. Maar alle servers die zijn aan elkaar gelinkt. Dus we kunnen... Hier een dino uploaden om op de Aberration server te gaan gebruiken. We zullen de Aberration absoluut nog eens een keer gaan bezoeken. Maar nu is het nog even niet. We houden het gewoon nog even lekker hierbij. Wat is dit eigenlijk dan? Visibility can hide or show all hideable. Oh, oké. Nou, daar hoeven we nou in ieder geval nog niks mee. Crafting skill, movement speed. Movement speed, crafting skill. Laten we maar zoiets doen. We hebben nog iets interessants wat we kunnen leren. Motter en pestle, die zijn we sowieso nodig. Een bed, die wil ik altijd hebben. Spyglass, super belangrijk. Alleen weet ik niet of hier in de buurt ook enigszins crystal zit. Oh, de boomerang kunnen we leren. Oh, de boog kunnen we al leren. En pijlen kunnen we al leren. Reusable bola. Ultimate spyglass. Geen idee wat die van is. Oh, pick-up relic, die zit er ook in. Ik heb gewoon de mods gekopieerd die in de PvP server zaten. Verder... Oh, moeten we dit al gaan leren? Ik weet het niet. Het is hier altijd vrij warm. Reinforced whip keeps your foes at bay. Keeps your herd moving. It's reinforced. Oké. Oké, die kunnen we ook leren. Wat zijn we daar eigenlijk voor nodig? Oh, pelt. Oké. Nee, dat hebben we dan in ieder geval nog niet. De zon die begint alweer op te komen. Dus zullen we eens terug gaan naar gamma 2.2. Is volgens mij nou de nieuwe standaard gamma. En er is zoveel veranderd in Ark zelf. Dus dat lijkt me gewoon... Oh, oké, misschien moeten we die temmen. Die is level 140. Dat lijkt me wel heel vet om die eens een keer te gaan temmen. En volgens mij had ik hierboven wel een lekker plekje gezien waar we gewoon onze beginnerbasis gaan maken. Dat lijkt mij gewoon een heel goed idee als beginnerbasis. Lijkt me hierboven gewoon wel een hele vette plek. Lekker dicht bij de blauwe beacon. Als we dan hier zitten, wat metal. Was dat hier of was dat daar? Ik weet het eigenlijk niet meer. Volgens mij was dat daar. Volgens mij is daar wat vlakker. Ik denk ook dat we zo die blauwe beacon, want die blauwe drop nog even op gaan halen. Lekker dicht bij de blauwe beacon. Als we dan wat willen uploaden of downloaden, dan kan dat gewoon makkelijk. Ik weet het echt niet meer. Het was een vrij vlak stuk. Oh, hier in ieder geval niet, want hier is het alles behalve vlak. Wat is dit nou dan? En, oh, die liep hier ook. Oh ja, dat is natuurlijk ook. De Ark heeft eindelijk gedaan wat ik altijd graag wou dat ze zouden doen. En dat was een kompie. Ik weet ervan. Ik weet ervan. Maak ons niet druk om. Maar Ark heeft een oude dino's. Oh, die is dus meteen level 140. Holy, oh, daarboven ook een basis. Oh, wat zit er nou weer achter mij aan? Oh, die pegel mastax. Level 50, ook level 50. Ook die dino's. Hoppa, afgelopen. Wat had je van me gestolen? Dankjewel, die ben ik nog nodig. Nee, oh, dit is een kompie. Gaan we gewoon dood maken. Nou, die kompie maken we ook gewoon dood. En, ze blijven soms lastigvallen, mensen. 140 trike. Misschien moet dat onze eerste team worden. Lijkt mij wel heel vet om gewoon te beginnen met de level 140 trike. Die dodo's die zien er wel heel vet uit met die dodo. Met die paashaas oren. Ik zie ook nog geen bijzondere eieren om ze heen liggen. Dat had ik anders wel een beetje verwacht. Maar dat gaan we zien. Maar Ark die is dus eindelijk bezig geweest met de oude dino's weer een keer bezoeken om ze te veranderen. En de parasaur die hoort er ook bij. En kijk eens even wat voor schitterend mooie parasaurs dat meteen op gaat leveren. En die trike daar, die is ook gewoon super, super mooi geworden. Dit was ook niet de plek waar ik wou bouwen. Oh, hier was de plek waar ik wou bouwen. Dit is denk ik... Ja, kijk, hier was meer de plek waar ik wou bouwen. Mooi wat vlakker, denk ik. Ik weet het niet meer. Gaan we naar kijken. Gaan we rustig een moment naar kijken. Of was het wel daar? Dat zou natuurlijk ook goed kunnen. We kunnen die dillo ook wel heel even doodmaken. Nou, we toch bezig zijn met alles doodmaken. Dat was een hit! Game! 186 en hij overleefde. Welk level is dat ding?
Level 90 en mate boosted. Oh. Oké. Okay. Mate boost is er in ieder geval af. Die reusable speren die zijn in ieder geval wel verschrikkelijk ideaal. Dan hoef je niet elke keer weer nieuwe speren te maken of bang te zijn dat je speren breken aangezien ze reusable zijn. Oké. Okay. Oh, hier zit best nog wel wat metal. Dat is ideaal om mee te beginnen. Laten we niet... ik weet het echt niet meer waar ik nou wil bouwen. Ik denk wel dat dat gewoon hier was. Nee, want hier is het niet vlak. Nou, misschien toch wel daar. Maar ik weet het ook niet. Ik denk dat we gewoon heel even moeten kijken of wij nu inmiddels al... wel weer 4 leveltjes... we moeten straks ook weer een beetje een weight doen. Kan ik inmiddels trank arrows maken? Dan gaan we dat gewoon heel even lopen farmen. En dan gaan we dan wel weer zien. Ik ben zo lang niet online geweest. Sowieso niet achter de PC geweest. Ik weet toch amper hoe mijn PC werkt. Maar hoe kan ik... Is dit nou echt... Really? Moet ik level 21 zijn voor de trank pijlen? En ik kan dan wel metal... Nou, smithy moeten we sowieso even leren. Ik wil niet al mijn Engram points al gebruiken. Smithy, Refining Forge, S+, S+ varianten van. Die zijn we sowieso nodig. Raptor, ik wil ook absoluut weer een raptor temmen. Misschien wel een raptor army maken. Dat lijkt me ook wel heel vet. In ieder geval denken we aan mensen. In de reacties mogen jullie altijd... Oh crap, heb ik al wel weer al mijn Engram points gebruikt. In de reacties mogen jullie me altijd laten weten wat jullie vet vinden. Of dat ik zou gaan doen. En... ook gewoon weten wat jullie ervan denken. Dat ik weer terug ben in Ark. En dat ik heb gekozen voor de Ragnarok map. In plaats van een Aberration map. Waar wij natuurlijk ook Aberration kunnen doen. En we gaan ook Aberration wel bezoeken. Alleen op dit moment nog even niet. Aberration, ik weet het niet. Het lijkt zo donker. Het is al super gaaf om te doen. En het ziet er heel mooi uit. Maar qua video's en hoe het op een video uitziet en zo. Is dat nog een beetje anders. Ik wil er in ieder geval heel even naartoe werken om die trike knockie te kunnen krijgen. En ik denk niet dat we dat met stenen... Wat is dat voor roze schildpaard? Wacht even. Voordat ik verder ga met mijn verhaal. Oh crap, geen stamina meer. Ik heb geen water meer. Nou, laten we toch maar wat van deze besjes opeten onderweg. Maar voordat ik ga verder gaan met mijn verhaal, gaan we eens heel gauw even dit knalroze schildpaard. Dit heeft vast ook met de Easter event te maken. Wat is dit voor schildpaard? Holy! Over een roze schildpaard gesproken. De crap, wat is dit? Ongelooflijk roze. Yes! Screenshot saved. Ik hoop dat ik dat geluid uit kan zetten, want ik irriteer me nou al aan dat geluid. Oké. Okay. Oh, even lekker zwemmen. Ik weet nog steeds niet waar of dat ik wou gaan bouwen. Volgens mij viel ik hier ergens naar beneden toen ik weer inlachte. Dus dat zal dan toch wel hier ergens moeten zijn geweest. Wat? Oké, misschien ligt het aan mij. Maar is dit dan een gewone? Wild Female Carbon Nemesis. Level 50. Volgens mij hebben ze die nog geen Tender Loving Care gegeven. Maar de Parasaur sowieso, de Trike, de T-Rexes. Ik ben ook super nieuwsgierig naar de nieuwe T-Rexen. Ik ga in ieder geval even kijken, even een beetje kruinen voor wat Trank pijlen. En dan moeten we misschien maar eens even kijken of wij die Trike van level 140 nog weer kunnen gaan vinden. En dat lijkt me vet, want die ziet er ook heel erg gaaf uit. De nieuwe Trike van Ark Survival Evolved. Hier op de nieuwe server van Kletsie. Oh, wauw. Ik heb er zin in, dames en heren. Ik hoop dat jullie dat ook hebben. En dan ben ik er zo weer. Zijn we weer. Oh, yeah. Ik heb ook meteen even een klein hutje gebouwd. Gewoon vrij simpel van hout. Alleen ik heb de foundations gemaakt zonder ze van S+ te maken. Dus komt het niet overeens met de ceiling. Oh, wat jammer. Wel heb ik besloten om hier te bouwen. Want dan hebben we hier nog een beetje uitbreidingsmogelijkheden. Daarheen en daarheen. En misschien blijven we hier wel helemaal niet wonen. Maar ze raden ons aan om hier te spawnen. Dus dan doen we dat. Maar soms dan moet je luisteren naar het advies van de professionals. En hier wonen we lekker fris in de schaduw van de bomen. Als we kijken daar op het strand, is het erg heet. Helaas, wauw, ik was weer vergeten, maar in de Ark ben je spoiled niet nodig voor de narcotics om die pijlen van te maken. En ik heb gewoon geen spoiled meat. Ik heb gewoon geen spoiled meat. Wel heb ik een leuk idee met dat huisje om te gaan maken en volgens mij liep die trike ook nog. En dan zag ik daar nog wat meer leuke dingen daar in de buurt, dus moeten we heel even kijken. Want volgens mij gaat dat wat ik graag nog even net wil checken, gaat nu landen. Dus moeten we heel gauw die... Oh, hij landt net niet. Maar dat is een schitterend mooie Pteranodon. Ik heb wat pijlen gemaakt. Ik heb 5 tranquilizing darts bij mij. Dat was alles wat ik kon maken. En oh, crap. Oké.
Hij vliegt alweer. Misschien gaat hij nog een keer weer landen. Ik heb reusable bola's gemaakt. Schijnbaar zit dat er ook bij in. Dat zal wel van Utilities Plus zijn. Ik wil natuurlijk graag een Pteranodon hebben. Dat is natuurlijk duidelijk. Level 55. Meh. Niet interessant. Die is niet zo super mooi. Die daar is super mooi. Eigenlijk maakt me niet zo heel veel uit welk level die is. Ook heb ik geprobeerd om zo'n female dodo bunny knock-out te maken. Oh, deze overleeft het niet. Maar als je ze knock-out maakt, dan kun je ze niet temmen. Dus ik weet niet wat het verhaal daarachter is. Waar is die andere PT? Oh, zijn we hem nou weer kwijt? Oh, nee, daar. Hij vliegt nog weer hoog. Dat is dan weer jammer. En die trike die liep hier ook ergens in de buurt. Volgens mij hier ergens. Ja, hier loopt onze trike nog. Dus misschien moeten we die... Oh, wat? Hij landt gewoon vlak naast me. Kijk eens heel even wat een verschrikkelijk mooie PD dit is. Oké, hij is maar level 50. Oh, jullie gaan die kompjes nou mee lastig vallen. Ga weg, kompie. Oké, ik heb dus maar 5 tranquilizing arrows kunnen maken. Maar ik denk dat we level 50 daarmee wel knockies zouden moeten kunnen krijgen. Oké. Hij was dus al genoeg. Geen probleem. Doen we. We hebben toch ook geen prime meat om mee te temmen. Dus we temmen gewoon met gewone meat. Wel heb ik nog wat narcoberries bij mij. Wauw, jij gaat niet, Makkie. Ga slapen. Maak ik je dood. Oké. Okay. Hier kunnen we nog een beetje meer meat vanaf harvesten. En ik denk dat we in tijd ook gewoon die tribe knockie moeten gaan maken. Oh, die kopjes zijn allemaal low level. Die hadden we ook meteen dood kunnen maken. Ik krijg er nu wel nog weer een extra spoiled meat bij. Waarom krijg ik zijn kaps niet harvesten? Ja, een beetje meer meat. Dat is altijd goed. Hoe meer meat we hebben, hoe meer spoiled meat. Maar omdat er een stacksmart in zit... Holy damn! Wat maak jij een kabaal? Maar omdat er stacksmart in zit, dan krijg je gewoon niet zo snel spoiled meat als dat je anders zou krijgen. Yes, torpidity gaat goed. We gaan het zien. Het is maar level 50, dus is nog niet zo super super belangrijk. Alleen ja, deze trike. Ik weet echt nog heel serieus dat jullie gewoon geen ruzie hebben met het trike, om eerlijk te zijn. En om hem nog een keer te krijgen, zullen we het een ruzie met hem moeten gaan maken. En ik denk niet dat hij hier tegenop kan, maar ik weet het ook weer niet zeker. You are starving. Wat is dit nou weer dan? Oké, eten we wel besjes, want we hebben ook nog steeds geen gebakken vlees. Ook dat kan gebeuren, hoort er allemaal bij, dames en heren. Oh, het is toch wel weer leuk om ook weer terug te zijn in Ark. We gaan het gewoon proberen. Laten we gewoon eens kijken of ik raak kan gooien. Is dat nou ook een mooie PTE? Kom vast door de schaduw. Schijnbaar kan ik niet raak gooien. Nu dan? Oh, wacht eens even. Bij je trike is het zo, dan moet je niet op zijn hoofd raken. Ik heb nog geen reusable... waar gooi ik nou mee? Oh my crap, ik ben boomerang. Ik heb daar nog geen reusable variant van gevonden. Dus ik weet ook niet of die er is. Ik heb er gewoon 10 gemaakt, want die zouden niet zo heel snel kapot moeten gaan. Oké, als die hem op de heenweg raakt, raakt hij hem op de terugweg dus niet. Oh yes, hij kan hier niet tegenop klimmen. Oh, dat is ideaal. Wel zal dit denk ik vrij lang gaan duren, vooral met mijn werpkunsten. Ik raak ook steeds zijn hoofd. Misschien gaan we gewoon een knuppel moeten maken. Wauw, een knuppel moeten maken. Ik verslik me gewoon in mijn eigen woorden, dat is toch wel heel erg. Een knuppel moeten maken, dan gaan we hem gewoon de hele tijd kunnen slaan. Maar dan raak je ook weer vaak zijn hoofd. En dat is eigenlijk niet de bedoeling, want jullie zien het. Als ik als zijn lichaam raak, dan doe ik 30 damage. Dus ook 30 torpoer. Nou, niet helemaal 30 torpoer, maar jullie snappen het idee. En als ik hem op zijn hoofd raak, dan doe ik maar 4 torpoer. 4 damage. Dus ook veel minder torpoer. Ik kan niet zo heel snel uitrekenen wat het verschil dan is. Oh, 28. Jij cheaty. Op je staart ontvang je dus ook minder torpoer. En dat is dus ook als je een trike knock probeert te schieten met pijlen. Dan, dat is dat ook veel en veel minder effectief op zijn hoofd. Maar ik vind die nieuwe trikes gewoon super mooi gemaakt. Ik ben echt blij dat ze de trike nog een keer hebben bezocht. Want ik kan me nog heel goed herinneren toen ik begon met Ark spelen. 3000 uur geleden. Toen was de trike. Als je een trike had getemd, dan was je toch al bijna de man. Hier, 26. Ga je nou in je runaway of is dat omdat je vast zit? Ik heb nog 3 pijlen. Ik zou pijlen op hem kunnen schieten. Maar eigenlijk wil ik dat niet doen voordat hij in zijn runaway mechanic zit. Hij blijft hier in ieder geval wel super mooi vastzitten. En ik heb nog niet 1 boomerang verloren. Dat valt me dus nog wel weer reuze mee. Oké, ik hoop dat dit zijn runaway is. Want ik weet wel zeker dat de trike van level 140 mij vrij snel dood heeft. Zonder dat ik enigszins goede gear draag. Oké. Okay. Oh mijn god! Oh mijn god, hij doet een of andere charge aanval. Dat is nieuw. Holy crap, dat is absoluut nieuw. Oh. Zijn we hier nog weer veilig? Waar is die? Oh, daar is die. Oké. Dat was wel heel erg mis. Zo dan. Oh, hij raakt die
stenen die ervoor liggen of zo. Oké, nou, hij raakte toch weer zijn hoofd. Is op zich nog geen ramp. Waar bleef mijn boomerang? Dat is mijn boomerang. Maar doet een trike nou een charge aanval, jongens? Dat is nieuw. Er zullen heel veel nieuwe dingen zijn wat ik gewoon nog niet weet. En dat is ook niet erg. Het is leuk. Dan kunnen we dat samen weer wat ontdekken. Maar oh mijn god, nou wil ik hem nog veel grager hebben. Oh, nou is die van mij. Level 140. Gaan we nog mee proberen. Gelukkig is het trike niet super, super wendbaar geworden. Kunnen we hem nog altijd een beetje zo voor de gek houden? Oké. Deze gaat zeer doen. Of nog net niet? Nee, nog net niet. Oh, wat weer een geluk. Yes! Eindelijk nog weer een fatsoenlijke hit. Ik heb toch echt wel lieve pijlen gehad. Ik heb een beetje het gevoel dat hij dan al wel even aan het slapen zou zijn geweest. Oké, weer een mooie hit. En ik heb eigenlijk geen idee of hij in zijn runaway mechanic zit of dat hij nog steeds poging doet om mij dood te maken. Aangezien die zo absoluut niet wendbaar is en de hele tijd overal vast zit. Was hij van plan naar beneden te gaan vallen of wat is de bedoeling? Oké, ik moet eigenlijk die boomerang een beetje naar beneden kunnen gooien. Want dan komt hij weer veel sneller terug. Waardoor ik veel sneller weer weg kan gooien. Waardoor ik dus weer veel sneller op hem kan gooien. Ja, waardoor we hem dus... Oh, dit gaat goed. Hij zit vast. Oh, dat nog altijd werkt. Dat deden we helemaal aan het begin van Ark. Toen gingen de dino's nog helemaal niet weglopen als je ze nokkie probeerde te maken. En dan kon je ze dus gewoon vastzetten zo tegen een steen aan. En daar bleef ze gewoon staan totdat je ze nokkie had. Dat werkt gewoon perfect vroeger. De goede oude tijd in Ark is niet helemaal waar. Ik ben blij dat de nieuwe dingen die ze hebben gedaan zijn over het algemeen weer goede dingen die ze hebben gedaan. Ik ben niet altijd eens geweest met wat ze doen met Ark. Maar ik vind dat ze de trike weer hebben bezorgd. Super. Super vet. Misschien moeten we ook onze pijltjes er nog maar even op gaan schieten. Want hij krijgt best al wel wat bloed en zo. Volgens mij zit de Super Spyglass er ook bij in. Alleen natuurlijk kunnen wij die nog niet maken. Boom. Nice. Ik denk ook dat we er gewoon 140. Holy crap. Dat we dat gaan halen. Ik hoop het. Nee, ik hoop het. Food. Oh, dat gaat nog even duren. Oké, hij heeft eentje 2,5% per. Oké, dat gaat nog heel even duren. Dus ik denk dat we daar nog even op zullen moeten wachten. Wel moeten we gauw terug naar die PTE. Want ik heb een beetje het gevoel dat die inmiddels al wel weer wakker is geworden. Want dit duurde iets langer. Oh, die is getemd. Holy crap, onze PTE is getemd. Oh, monster. Oké, die spoiled meat is van mij. Oh, je mag al mijn meat wel hebben. Laten we het zo doen. Nee, laten we het zo doen. Holy crap. Oké, 630 HP valt tegen 540 stamina. Had beter gekund. 195 weight. Hij kan mij dus al amper tillen. Maar wij hebben een PTE. Volgens mij is er iets van 75 kite in of zo voor een PTE zadel. Heb ik die nog niet geleerd? Ik heb die denk ik nog niet geleerd. Oké, laten we eens even kijken wat dat we daarvoor nodig zijn. PTE... Oh crap. Oh, dat is deze zeker. Oh ja, ja, ja. 75 kiten. Height en alles. Dat moeten we wel bij je in de buurt komen. Kom maar gewoon op follow. Laten we dat maar doen. Ik heb hier ook nog niet echt iets gezien waar ik kitens op zou kunnen farmen. Misschien beneden bij het beach wel wat trilobites. Zouden we kunnen proberen. Maar we kunnen ook gewoon heel even een beetje rustig aan doen. Ga ik nog een beetje materialen farmen. En zien we dan wel weer. Oh, we zouden ook allemaal schildpadden dood kunnen gaan maken. Dan kunnen we beter wachten op onze trike. Onze trike wordt een battle machine. Ik denk eerder een farming machine. Maar dat zien we dan wel weer. Oh, al 20%. Sweet. Wij gaan heel even wachten tot die trike klaar is met Tammen. En dan zijn wij er zo weer. Van een trike is niet zo heel erg moeilijk te maken. Voor 80 fiber, 140 height en 25 wood maken we dat zo. En dan vervolgens ook nog. Boom, boom. Bom. PTE zadel. Ik heb toch een paar schildpadden gekild. Ik ben niet zo heel goed in het wachten. En twee schildpadden leveren mij al meer dan 90 kiten op. Dus dat was geen enkel probleem. 87,5% op onze trike. En hier is onze PTE. Stop met volgen. Kun je landen? Maakt niet zoveel uit. Zo kan er ook een zadeltje op. PTE zadeltje op. Kun je mee dragen? Nee. Hij kan me dus ook gewoon niet dragen. Misschien komt het omdat we te veel hout bij ons hebben of wat dan ook. Maar laten we hem heel even... Oké. Dat ging ook bijna volgens plan. De nacht zit er alweer aan te komen. Dus gaan we gewoon weer terug naar gamma 4. Dat doen we vaker. Zullen we nog vaker gaan doen. Dat kan hier wel in. Kan hier wel in. Kan hier wel in. Kan allemaal hier wel in. Zullen we het even bij me houden?
Oh, ik heb nou weer een extra reusable speer. Geen idee hoe dat ik daarin kom. Hier kan ook wel wat vlees in. We moeten verschillende stacks aan vlees hebben, zodat we meer spoiled meat krijgen. Dat is hard nodig. En we hebben ook een parasaur saddle. We gaan ook parasaur temmen, want ook de parasaur is gekomen. Oh, ik heb deze instelling nog niet veranderd over hoe het... Yes! Oh, wauw. Ik heb geen idee hoe we dat zullen gaan noemen, maar ik denk dat deze als eerste gewoon Benny wordt. Gewoon Benny. Oh, yeah. Wat is een pick-up relic? Kunnen we die ook al maken? Kunnen we die al leren? Pick-up? Pick-up relic? Oh, die hebben we al geleerd. Kunnen we die al maken? Ik heb geen idee wat dat die kost om te maken. Fiber, flint, hide and touch. Volgens mij hebben we alles behalve flint. Oh, Benny. Waar heb ik je zadel gelaten? Hier is je zadel. Oh, yes. Oh, nerdy classes again. Die wil ik. Oh, halen we die eraf. Nerdy classes is veel mooier. Oké. Onze trike. Oh, dit ben ik zelf. Wacht eens even. Onze trike heeft 2100 AP, 720 stamina, weight van 613. Holy crap, en een movement speed van 220%. Nou, even onszelf bevrijden hier. En die onweer die is best wel luid eigenlijk. Ambient volume staat nog helemaal op max. Kijk, dat is al een heel stuk beter. En volgens mij kunnen we hier aanpassen dat we zo daar vliegen. Ik weet niet meer welke dat is. Uitvloed, gift, default, disable, no tooltip, disable menu. Ik heb eigenlijk echt geen idee meer welke of dat nou is. First person riding, nee, dat was hem ook weer niet. Chat show tribe name was hem ook niet. Oh crap, stond het wel hier? Oh, volgens mij was dat deze. Eén van deze was dat in ieder geval. We kunnen heel even kijken. Onze PT moet ook nog een naam hebben. Het is een vrouwtje die moet ook nog een naam hebben. Oh ja, nee. Dit is hoe een... Oh crap, Benny staat op follow. Benny, wacht. Nee. Blijf jij maar daar. Benny. Oh, kalm. Benny. Oh. Stop met volgen. 209. Level 209. Onze tweede team. Oké. Onze eerste serieuze team. Die PT is gewoon even voor het gemak. Holy damn, dames en heren. Hier gaan we even overal dwars doorheen. Dit is wat we doen. Volgens mij heeft hij echt een charge attack. Oh mijn god. Rechte muisklik inhouden. Dat charge die helemaal vol. Jullie zien daar rechts in beeld. Een rood icoontje. Holy crap. Oh, en dat charge die hem weer leeg. Vergeet nou onze PTE. Oh, en dan harvest die ook nog hout en touch. Oh, dat doen we nog een keer. Dat gaan we nog een keer doen. Kan ik jou ook op follow zetten in de tussentijd? Nee, dat werkt niet. Oh mijn god, dat is, toen ik dan dwars door de bomen heen loop, dan farpt hij voornamelijk heel veel touch. Oh, de trikes zijn de nieuwe touch. Oh, hij heeft dan wel een hele beroerde draadje. Oké, dat is geen enkel probleem. Inventory al bijna weer vol. 4, 5, 6, 7 in stamina en in weight. Ik weet niet, misschien ook nog wat in melee damage, maar vandaag eerst in ieder geval nog niet. En die onweer is nog steeds ongelooflijk verschrikkelijk en verschrikkelijk luid. Waar was die slider? Ambient volume, nog lager. Ongelooflijk luide onweer. Wauw. Dat is best wel jammer. Onze PT, ik weet niet, dat doen we de volgende aflevering, denk ik. Want, ik weet niet. Laten we nog even alle goud terugbrengen naar ons huis. En, ja, dat gaan we doen. We brengen gauw alles terug naar ons huis. Hij is nou level 224, dat zou perfect tame zijn geweest. Als we hem zo hadden getemd, maar we hebben hem niet zo getemd. Oké, als je nou je nerdy classes op doet, dan hou je nog een beetje van je hoofd. Wow, wacht even, dit ziet er niet uit. Oké, never mind. Doen we die wel weer af, doen we die op. Dit is mij ook goed. Dit ziet er in ieder geval een klein beetje beter uit, want anders dan komt je haar gewoon allemaal dwars door je klavenhead heen. Dat ziet er ook niet uit, maar kijk eens heel even. Wat een schitterend mooie PTE achter wij hier hebben staan. Gaat terug naar gamma 2.2. Ja, misschien nog een beetje te vroeg. Hoe laat is het? Ah, wat was dat? Oh, backspace out hebben. K-modus uit. Dan op H. Backspace out. Dan op H. Het is 20-7. Ik denk... Oh. In onze basis hebben we alles wel wat verder nodig zijn. Benny, kom aan.
gaan we een pick-up rally. Kunnen we in ieder geval een pick-up rally maken? Dan zouden we die PTE op onze schouder kunnen zetten. Want we kunnen Benny wel op onze schouder zetten. Maar dat kan onze PTE weer niet tillen. Benny, hier wonen wij. Kom maar. Oh, we moeten nog kijken hoeveel damage of dat Benny doet. Volgens mij staat deze PTE wel op pest. Ga jij maar op follow. Jij stopt me met volgen. Kom maar. Hoeveel damage doe je, Benny? Oh, zal hij ook extra damage doen als we chargen met hem? Wacht even, even even tot ik leeg. Zo. Oké. Laten we dus even proberen op je parasaur. Hier gaan we. Rechte muisklik. Ja, oh, je moet ook B inhouden bij de rechte muisklik. Oké, had ik niet helemaal verwacht, maar je moet ook B inhouden. En daar gaan we. Oh, oké, 84 damage. Normaal 92 damage. En niet super veel meer damage. Nee, dat valt best wel tegen. 92 damage zonder dat wij er een leveltje in hebben gedaan is ideaal. We hebben iets waarmee we ons kunnen verdedigen. We hebben iets waarmee we bestjes kunnen farmen. En wat we dus kunnen gebruiken voor de transport. En ik heb het gevoel dat ik nog steeds over die onweer aan het heen schreeuwen ben. Wat is dit nou weer voor onzin? Leek de eerste keer dat ik die ambient sounds naar beneden deed, leek het dat beter te gaan. Nu is de SFX volume ook helemaal naar beneden en horen we dus gewoon eigenlijk niet heel veel meer van de game. Stomme onweer. Oh, die schildpadden die kunnen best wel wat hebben. Ik kan me niet voorstellen dat ik dit net gewoon met mijn speren heb gedaan. En hij bloedt nog niet eens. Welk level is die? Pak hem, Benny. Oh crap, die is level 145. Maar is niet anders. Oké, okay. Mr. PTE. Oh, wauw, deze PTE ziet er ook mooi uit. Oh, maar die gaat dat niet... Oh, die gaat dat niet overleven. Ah, hij zoekt mijn level 25, dat maakt niet uit. Hoppa, Benny is een tweede kill. Help te pakken. Even alles harvesten. Kan we Benny ook gewoon helpen? Benny zou dat makkelijk moeten redden met zijn 2000 HP. Ongelooflijk, kijk dan ook hoe gaaf Benny eruit ziet. Met deze kant beter licht? Nee, we hebben deze kant beter licht. Oh, dat was een gave screenshot geweest. Hoe of dat onze PTE er zo overheen vloog. Oh, Benny, wat ben jij een mooie truik. Ongelooflijk. Ik ben echt heel erg blij dat ze besloten hebben om die oude dino's toch nog een keertje weer te bezoeken. En die toch nog een keertje weer op te gaan knappen. Want dit is gewoon geweldig. Dit ziet er echt gewoon heel cool uit. En dit is weer de truik zoals het hoort te zijn. Terug in zijn oude glorie met een charge attack zoals deze. Oh yes. Volgens mij hoef je hem niet helemaal op te chargen om in je charge te gaan. Maar dan kun je dus gewoon een klein beetje minder lang chargen. Het zal wel weer ongelooflijk veel stamina kosten lijkt mij. En valt mee. Valt mee. Hij heeft natuurlijk wat level ups. Maar dat doen we wel later. Dat doen we later. Farm in ieder geval nog even wat bestjes. Want uiteindelijk zal ik de truik toch extreem veel gebruiken om bestjes te farmen. En moeten we toch maar een keer op zoek naar een echte killer dino. En daar hebben we nou onze PTE voor. Die kunnen we mee op zoek naar een killer dino. Maar ik denk dat we die voor vandaag voor onze comeback aflevering maar moeten laten. Hier op de Ragnarok server. Mochten jullie geïnteresseerd zijn in het joinen van één van de servers. Join dan gewoon even de Discord server. Link staat in de beschrijving. En daar kun je heel makkelijk alle informatie krijgen die of dat je nodig bent. Om de servers te joinen. Enigszins te weten met wat er gaande is met de server. Wat er niet gaande is met de server. Welke mods erop staan. Welke mods er natuurlijk niet op staan. En gewoon een keertje lekker bijkletsen met iedereen die verder op de server speelt. Of met mij is daar ook gewoon heel goed mogelijk. Dames en heren, in ieder geval bedankt voor het kijken. Mocht je het leuk hebben gevonden, geef dan altijd gewoon even een like. Even een duimpje omhoog, dames en heren. Mocht je niks aan hebben gevonden, geef dan gewoon even dat duimpje naar beneden. Het is voor mij heel belangrijk om te weten of jullie hier meer van willen zien. En zijn jullie nog enigszins nieuwsgierig met de game PixArk? Heb ik een server op. Gaan we, denk ik ook, wat op opnemen? Dat is nog niet helemaal zeker. In ieder geval, de draait de server. Wil je daar meer van weten, join dan even de Discord. Dames en heren, sluit dan af met de screenshot. Bedankt voor het kijken en tot de volgende. Yeah, appetje, oh.